Verdwenen landschappen. Te midden van een hele drukke mensenmenigte op de opening van de tentoonstelling die heet Verdwenen Landschappen. Waar een aantal schilders hun impressie hebben gegeven op wat bijna verdwenen is, namelijk Ruigoort. En dan in de kerk van Ruigoort praten we even met Niels Hamel. Jij bent een van die schilders en van de zomer, of eigenlijk al in de lente, heb ik je buiten zien schilderen op hele grote panelen. Is dit...
dat weet ik, maar even wachten. Hey. Goed. En een van die artiesten is Niels Hamel. Zo. En een van die artiesten is Niels Hamel. Niels, ik heb je vorig jaar, dit jaar zien schilderen. In een soort poging om door een schilderschappen... Ja, die kan. Ruigoort, een expositie die Het Verdwenen Land heet. We praten met Niels Hamel, een van de schilders. En ik heb hem vorig jaar buiten zien schilderen op hele grote doeken. En toen was het een soort magische actie om Ruigoort nog te redden. Dat is niet gelukt, maar de schilderijen zijn overgebleven. Niels, prachtige landschappen. Ja, de landschappen die zijn helaas alleen nog aanwezig op de schilderijen. We kijken om ons heen en we zien hele andere landschappen die ook mooi zijn op zich. We zien modderige dijken en enorme open vlaktes en een nieuwe haven die zich tot aan mijn huis heeft opgedrongen. Ik zelf ook, als ik terugkijk naar onze schilderijen die we toen gemaakt hebben, dan lijkt het een heel, heel lang geleden in een prachtig zonnig landschap tussen hoge bomen. Ik had mijn tipi daarop gezet en ik was zelfs al zo toen dat je daar zelfs met een tractor niet meer kon komen. Dus ik moest mijn paard voor de tipi, zoals de Indianen dat deden, sleepte ik mijn tipi met mijn paard naar die plek toe. En we hebben daar gebivakkeerd en wekenlang geschilderd aan die grote doeken. Die grote doeken die zijn niet voor niets zo groot. Daar hebben we voor gekozen als een manifest tegen de verstedelijking en voor de om nog één keer zo... Het groot kunstig denken, want dat zijn nogal lappen geworden. Het zijn lappen geworden, ja. En we hopen ook dat die lappen voor de toekomst bewaard blijven. En daarom hebben we ook wel aan dat formaat gedacht, omdat je dus die dingen in een grote ruimte moet kunnen zien. Dat zie je hier het beste. Hier hangt het eigenlijk zo als het altijd zou moeten hangen. Hè? Wat dat betreft is dit dus eigenlijk ook de start van een nieuw Ruigoort in het opzicht dat wat hier nu staat als kerk en wat er omheen ligt een nieuw cultureel centrum moet zijn voor Amsterdam. In een veel bredere betekenis dan tot nu toe. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het toch het is een vervelend woord, maar dat het toch een beetje een monument zal moeten worden bij Amsterdam van wat hier geweest is. En hopelijk een levend monument, zodat er veel activiteiten blijven ontwikkeld worden. Dat er filmstudio's zijn, beeldende kunstenaars kunnen werken, enzovoorts, enzovoorts. En dat ook de festivals kunnen blijven bestaan hier in dit dorp. Een beetje een vreemde combinatie, want er ligt nu een haven naast, de Afrika-haven. Voorlopig zie ik daar nog geen olietankers komen, maar het is natuurlijk wel een plek waar weer allerlei vreemde schepen kunnen afmeren. Ja, maar er zijn ook twee strandjes, dus misschien gaan we er nog wel heel leuke dingen mee doen. Ja, misschien komen ze wel helemaal niet al. Ja, die grote schepen mogen van mij wel komen, maar geen overslagkolentoestanden en zware industrie. Dat dit gebied voor bedoeld uiteindelijk. Daar is het wel voor bedoeld, maar er zijn zoveel dingen bedoeld. Dus we blijven optimistisch. En als het echt te erg wordt, nou ja, dan zijn er nog wel andere plekken waar... Jij en Hans Gitter en Aad Veldhoen en wie was er nog meer? Theo Klei, ja. Hebben met hun schilderen, met jullie schilderen geprobeerd om het onheil af te wenden. Ben je nou teleurgesteld dat het toch gebeurd is? Dat die Afrika haven er gekomen is dan dat... Ruigoort eigenlijk een heel klein stukje enclave is gebleven.
Nee, met schilderen kun je nooit onheil afwenden. Dat is gewoon niet zo. Wij hebben die schilderijen daarom ook niet gemaakt. We hebben het alleen maar gedaan om een... ik moet altijd denken aan een schilder als David, die tijdens de hele Franse revolutie is blijven doorschilderen. Die de hele... Bij alle koppen zijn gerold, alleen hij is door blijven schilderen. Zo zullen wij ook door blijven schilderen. Ondanks het feit, en als hij straks... die een soort botlekgebied komt. Ja, stel dat ik hier dan nog ben, hoor. Ik hoop het wel niet aan de ene kant. Aan de andere kant zeg ik dan ook, nou, dan schilder ik dat ook. Dan schilder ik dat botlekgebied en dan laat ik zien hoe waanzinnig die wereld eruit ziet. Als ik nu om me heen kijk en het schijnt noodzakelijk te zijn om de bomen daar de bovenkant vanaf te zagen, dan zie ik ook wel eigenlijk een soort merkwaardige nachtmerrie ontstaan van bomen waar niks meer op of aan zit. En dan denk ik van, nou ja, goed, dat is dus de nieuwe realiteit en dat ga ik dan ook wel weer schilderen. Want schilderen is een reactie op wat je ziet. Je gooit terug wat je via je oog ervaart. En of als dat verschrikkelijke dingen zijn. Als ik in Kosovo zou leven, dan zou ik die dingen schilderen. Ik heb hier wel één of twee schilderijen gezien van de Toren van Babel, maar ik heb nog geen vlammend groots werk gezien waar iemand die enorme vlammenzee heeft uitgebeeld. Nou, er zijn vlammenzeeën genoeg in de wereld. Daarvoor hoef ik de Toren van Babel niet te schilderen. Dit is een fantastisch evenement geweest. Maar ik vind het helemaal niet noodzakelijk om zo anekdotisch bezig te zijn. Ik ben niet een verslaggever van momenten. Ik geef een universeel beeld van wat ik via mijn ogen ervaar. Oké, dankjewel Niels Hamel. Aad Veldtoen, ook een van de vier schilders die hier nogal groot zich manifesteren met hun herinneringen. Want dat is het toch eigenlijk nu geworden van Ruigoord. Ja, maar toen we ze maakten was het geen diepe, harde, prachtige realiteit. Niks herinnering. Nu is het een herinnering, ja. Ja, nu lopen hier mensen rond en die zeggen dat komt nooit meer terug. Nee, dat komt ook nooit meer terug. Je hebt het gezien buiten. Ja, gaan we kijken, gaan we filmen morgen om te zien hoe erg het geworden is. Als je dit landschap kan je nooit meer terugvinden. Dus gewoon verzwonden, opgevreten, vernietigd, weg. Als schilder zul je dat missen. Vind je dat Amsterdam het ook mist als natuur? Zeker wel. Want ik heb hier de afgelopen 40 jaar, ben ik ook al heel lang varen, met mijn kleine kinderen gezwommen en gewandeld. Het was de dichtstbijzijnde, prettige, aangename en beeldschone natuurgebied vlakbij Amsterdam. Leuker dan toch misschien wel Broek in Waterland, waar alleen maar weilanden met koeien zijn. Hier waar kon je wandelen en zwemmen bijvoorbeeld, zoals ik al zei. Het was prachtig hier altijd. In Amsterdam is de politiek nu zover dat ze zeggen, je moet vrijplaatsen hebben, je moet creatieve ruimtes maken. En ze gaan nu weer allerlei gebouwen daarvoor inrichten. Nou, de kalenderpanden worden dus wel weer gesloten. Ja, en worden toch wel weer aan het kapitalisme verkwanseld. Omdat de gemeente daar hele duur... toch met de mond beleden dat er ruimte moet komen, ateliers voor kunstenaars. Terwijl ze dit enorme natuurlijke atelier gewoon weghalen. Ja, nou, omdat, ik herhaal al door, helaas, de kapitalisten zijn de baas. Ik bedoel, je ziet het, dat ze willen halen het weg omdat ze denken aan werkgelegenheid of poen of meer poen, denk ik dat de baas het meeste verdienen. En als je het vergelijkt met de Rotterdamse haven, die gigantische prachtige wereldhaven, dan is Amsterdam toch een idioot klein haventje. En die ook eigenlijk, ik heb er natuurlijk niet zoveel verstand van, mijns inziens geen uitbreiding behoeft. En zeker niet een prachtig natuurgebied wat desondanks, he, ook door, omdat er aanvankelijk al een haven was gepland, was ontstaan. En dat nu helemaal kapot is. Pech. Maar zie je geen nieuwe... Ik zag ergens van boven hoe dat kerkje nu zo aan dat water staat. En toen dacht ik, van de zomer is het Sail 2000. Het zou toch prachtig zijn als hier een paar van die grote windjammers vlak bij de kerk afmeren. Ja, je bent een optimist, Luc. Gelukkig maar, want dat moet je wel zijn. En je kan ook zeggen, over 2 miljoen jaar dan zullen hier helemaal geen windjammers meer aanleggen. Maar dan is het allemaal weer weg. Hè. Het maakt allemaal niet zo heel veel uit. Het is maar een kleinschalig muizenwereld waarin wij leven. Maar ik vind, zoals ik al zei, je optimisme een beetje misplaatst. Want het is toch verdwenen, het schoons en het ludieke en het
prachtige landschappen ingeleverd voor de derde keer, voor het kapitaal. Ja, maar is er nou niet een nieuwe functie aan het groeien? We zitten hier, ik heb de kerk nog nooit zo prachtig aangekleed gezien, tenminste voor wat betreft schilderijen. Het is ook de start van een nieuw seizoen voor Ruigoord nu. Een nieuw leven voor Ruigoord als commune, als gemeenschap. Als gemeenschap, maar ook als expositieplaats meer nog. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat het echt... Dat niet lukt? Nee, ik heb daar een heel zwaar hoofd. En ik denk dat dit allemaal gewoon containers en silo's en van die witte, grote, ronde gevaarders wordt. En dat dit een verdwaald stukje kerk wordt waar je wel eens kan exposeren. Maar dan kan je ook wel exposeren in Kutjebroek of zo, weet je wel, ergens elders. Ik geloof niet. Ik denk dat zonder gemeenschap, een dragende gemeenschap eromheen, dat niet werkt. Nee, absoluut niet. Nee, het moet een inspiratie zijn vanuit de mensen die er wonen. En een apart klein kerkje waar nog wel eens geëxposeerd wordt, dat is een heel zielig... Wordt dan een monumentje. Ja, dat lukt gewoon niet. Ik denk het niet. Maar misschien hebben de Ruigoorders nog nieuwe kansen om elders een plekje te vinden waar ze hun diepzinnige en vrolijke ideeën kunnen botvieren. Hoop, denk jij dat? Ik weet het niet. Ik herinner me slechts die enorme brand op het millennium. Dat gevaarte, die toren van Babel die de lucht in ging. En als ik nu terugdenk, en misschien in de komende jaren terugdenk aan het eeuwfeest, dan denk ik dat was het symbool van het eeuwfeest. En dan denk je, dan heeft Ruigoord toch iets gedaan wat een beetje meer waarde heeft dan een stel zotten in de polder. Nou ja, het zijn helemaal geen stel zotten in de polder. Dat is toch al lang gebleken, ook zonder het in de brand steken van de Toren van Babel. Ik vond dat een prachtig artistiek evenement, wat volgens mij over de hele wereld gegaan is, dit beeld van die in brand gegaane toren, staande toren. En ik blijf altijd wel hoop houden dat er mensen zullen zijn zoals de Ruigoorders, die blijven doorvechten om het leven toch een beetje poëtischer te maken dan het alleen maar geld verdienen. Dankjewel, mooi gezegd.